Eindhoven heeft een zwemlaboratorium, Heerenveen een schaatslab en Den Bosch heeft vanaf morgen een laboratorium voor de turnsport. Een supermodern videosysteem. In de hal van Flikvlak moeten trampolinespringers, dansers en turners helpen aan natuurlijk meer gouden medailles. Eén camera, twee camera's en nog één. De topsporters in de turnhal van Flikvlak worden vanaf morgen van alle kanten bekeken. Met de 20 camera's moeten de turners, dansers en trampolinespringers in de toekomst nog beter worden. En hier bijvoorbeeld gradenmetingen, hoekmetingen. Kijk, deze is nog een beetje hoog, maar hoeveel graden wijkt die nou af ten opzichte van het ideaal? Want dat bepaalt de aftrek. Meten is weten, ook in de turnsport. Dat is het mooie ervan. Dus als je eigenlijk een beurt hebt gemaakt, een oefenbeurtje aan de ringen dan in mijn geval, en je stapt af, dan kan je meteen naar het systeem toe lopen om jezelf terug te bekijken. En je ziet zelf ook nog eens wat je dan verkeerd doet of goed doet, weet je. Dat helpt de sporter gewoon enorm. Deze op tijd vastzetten, hè, hier. Dat je geen tik krijgt. Bijvoorbeeld deze? Het gaat in eerste instantie om de sporter. Die zal het moeten doen. Daarachter staat een coach natuurlijk die heel erg belangrijk is. En daarachter staan allerlei faciliteiten en diensten die meehelpen om een en ander mogelijk te maken. Volgens mij is dit een los filmpje. Dit is een internbeurt. Het hypermoderne videosysteem is de eerste stap in de turnhal. Maar de computerexperts denken al verder. Inzicht in aanloopsnelheid, afzetkracht, afduwkracht bijvoorbeeld. Dat soort meetgegevens die gaan we gebruiken in de toekomst om coaches nog beter te voorzien van feedback over de oefeningen. De Nederlandse sport heeft uitgesproken dat ons landje in de toekomst bij de beste 10 topsportlanden van de wereld wil horen. De nieuwste technologische snufjes kunnen in de top het verschil maken. Kunnen al die camera's het verschil maken tussen zilver en het goud op het WK in Rotterdam binnenkort? Dat werkt gewoon positief en dat zal misschien wel het verschil kunnen maken inderdaad tussen goud en zilver.